staan hier aan de start van de wereldbeker in Val di Sole. Het enigste stuk waar je niet op de sneeuw zult rijden. Na 300-400 meter draaide het veld in, beter gezegd de sneeuw. Hier komen we van een langrecht stuk in een afdaling in twee stukken. Eerst een steil stukje naar beneden en een weg over en dan het tweede steil stuk waar je toch wel wat lef moet hebben om hard naar beneden te rijden. Hier komen we net van een eerste keer post en hier is een kleine schuine helling waar eigenlijk alleen rechts te rijden valt. En ik zal toch zacht zijn van voor in uw groepje op te draaien. Hier komen we aan het fantastische stuk van het parcours. Je gaat echt snelheid moeten maken om boven te geraken. En vanaf dat je hier links draait, ga je grip verliezen in de sneeuw. En zal het net niet of net wel boven geraken zijn. En dan gevolgd door een snelle afdaling voor mij het plezantste stuk van de ronde. Hier komen we stil aan het einde van het parcours en hier rijden we een tweede keer over de rivier. Deze brug is wel een stukje steiler en hier gaat het toch moeten aanzetten om boven te geraken. We steken het straat over nog en dan gaan we een heel klein stukje het veld in. En dan draai je links de aankomststrook op, wat heel kort is. Dus ik denk als je eerst opdraait, dat je niet meer kunt verliezen. 100 meter tot aan de meter. Een wedstrijd dat we altijd gaan onthouden. Echt heel veel sneeuw, nog nooit meegemaakt. Ik ga echt leg